Waar troch de Westrein riet, sjocht dat er volop werken wordt aan een nieuwe supermerk in het dorp. Nou, we binnen een heel eind heen en de bedoeling is dat wij 9 juni van dit jaar nog hier gaan. Onder de klanten leeft het echt gigantisch. Iedere keer dat ik in een winkel op een vlier aan het werk ben of even boeten aan het ompielen ben, dan ben er altijd voor klanten die het vragen van hoe is het met de nieuwe winkel, hoe gaat het en wanneer gaan we hier. En onder personeel leeft het echt gigantisch. Ja, die hadden er echt al jaar heel veel aan nog te doen. Bedrijfsleider Tjepke Bergsma sjocht graag vooruit en net achteruit, want de nijbouw hield wat voorten in Ierde. En Bjorman procedeerde lange tijd tegen de plan, maar lutst uiteindelijk om het kwadste eind. Begin januari kocht het vastgoedbedrijf een Poison Snits de nedige bouwgroen voor dik 1 miljoen euro aan. Zo blikt uit de keerpakte die het RTV NOF in handen kregen. De vernijing mij dus wat kostje, maar dan komt er ook een totaal oude winkel voor de orde waarom. Als je hem kunt zien, is de winkel een stuk rutter en moderner, roemer en straks nog een heel groot parkeerterrein ervoor. Dus dat is het grootste verschil van nu? Ja, de klant kent uw nieuwe winkel straks net weer om. Het is, uw oude winkel is lits en krap en we gaan hier straks een wereld rond. Voordat de nieuwe winkel onder vastritten iepen kan, moet er nog wel heel wat barren. Er moet nog een vlier in, er moet nog een plafond in, er komen al de nieuwe wanden in, alle nutsvoorzieningen moeten nog online worden. Uw winkel gaat 10 juni om 6 uur dicht. En dan wordt de hele winkel leeghellen en dan is de bedoeling dat alles wat in de winkel staat eerst een snitstaak gaat, daar opslaan wordt en later die week weer rondkomt. En zodat je hem zorgen hebben hier ons huidige magazijn, dat wordt eigenlijk in diezelfde week nog gesloopt, zodat de entree van de nieuwe winkel zo mooi mogelijk naar voren daar komt. En dat uw klanten dus straks ook nog op het plak van het oude magazijn parkeren kunnen. Later in het jaar wordt ook het oude gebouw gesloopt en komen er parkeerplakken.